25 jaar cel en TBS met dwangverpleging dus. Dat eist de justitie in Dordrecht vandaag tegen Dordtenaar Sander V. Vanwege de moord op zijn 12-jarig buurmeisje Millie Boele in maart van dit jaar. Behalve moord acht het OM ook seksueel misbruik bewezen en verder wordt V beschuldigd van vrijheidsberoving van het meisje en het verbergen van haar lichaam. Sander V. meldde zich bij de politie een week na de vermissing van Millie Boele. Zij verdween op 10 maart uit haar ouderlijk huis aan de Schuilenburg in Dordrecht, waar ze alleen thuis was. De 26-jarige politieman V. woonde in dezelfde straat. Hij bekende dat hij Millie had meegelokt naar zijn huis, waar hij haar had gedood en begraven in zijn tuin. De vermissing en moord leidden tot geschokte reacties in de samenleving. Het feit dat V. politieman was, maakt het onbegrip nog groter. Justitie heeft vandaag dus 25 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Een straf die volgens de advocaten van Sander V. veel te hoog is. De officier van justitie liet er vandaag geen onduidelijkheid over bestaan. Sander V. verdient een zware straf voor het doden van Millie. Het OM benadrukte dat het een heel zwaar misdrijf is met grote gevolgen. Niet alleen voor de nabestaanden, maar de zaak heeft in het hele land voor veel emoties gezorgd. En ook het feit dat de verdachte een politieman was, maakt het nog erger. 6 dagen vermist. Omgebracht door een buurman. En het meest schokkende, die buurman was een politieman. Dan rijzen er vragen. Hoe veilig ben je in je eigen huis? Kun je je buren wel vertrouwen? Hoe is het mogelijk dat een politieman dit doet? Het OM vindt dat Sander V. moord met voorbedachte raden ten laste moet worden gelegd. Sander V. zou voldoende tijd gehad hebben om na te kunnen denken waar hij mee bezig was en wat de gevolgen zouden kunnen zijn. Hij deed zijn riem om haar nek. Hij drukte de klip tegen de zijkant van haar hals en trok de riem strak. Die handelingen hebben geen minuten in beslag genomen, maar zeker voldoende tijd om hem de gelegenheid te geven om, zoals de jurisprudentie van de Hoge Raad zegt, over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad na te denken. Justitie wil dus naast de celstraf van 25 jaar ook TBS met dwangverpleging. Die behandeling moet dan niet te snel beginnen. Normaal is dat al na 1/3 van de straf, nu moet het pas na 2/3 van de straf. Zo zou hij langer vastzitten en echt genezen zijn als hij vrijkomt. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. En verslaggever Jan Roelof Visser staat nog bij de rechtbank in Dordrecht. Jan Roelof, de advocaten van Sander V. vinden de strafeis te zwaar? Ja, die zeggen hij verdient helemaal geen TBS. Er is onderzoek gedaan naar hoe het met zijn psyche zit. Dat onderzoek dat kon niet volledig uitgevoerd worden, omdat ze simpelweg er niet achter konden komen wat hij nou gedacht heeft die dagen. Dus zegt de advocaat, dat onderzoek is niet volledig. Hoe kan je dan zeggen dat de TBS noodzakelijk is? En dan moord met voorbedachte raden. Sander heeft bij de eerste verklaring van de politie heel gedetailleerd verklaard: ik heb haar vermoord, want ze wist te veel en misschien zou ze mijn leven kapot kunnen maken. Later kwam hij daarop terug. Nou, zegt de advocaat, hij is daarop teruggekomen omdat hij helemaal stoned was. Hij had 20 tot 30 blootjes op en hij had heel erg gestrest. Dus dat verhaal klopt helemaal niet. Maar wat nog belangrijker is, er zat geen advocaat bij. Dus is het verhoor niet geldig. Het is een wat technisch verhaal, maar het komt erop neer dat op grond van recente Europese rechtspraak de aanwezigheid van een advocaat bij zo'n verhoor verplicht is in mijn optiek. En dat is niet gebeurd, dus kun je het niet gebruiken voor het bewijs. Maar veel belangrijker vind ik nog dat we niet moeten vergeten onder welke omstandigheden de cliënt die verklaring heeft afgelegd. Hij was, zoals hij zelf zegt, stoned. Hij had joints gerookt en niet 1 of 2, maar 20, 30, 35. Dus hij was helemaal van de wereld. Hij was emotioneel, hij was depressief. Met andere woorden, hij zat volstrekt niet goed in zijn vel. Ja, Roelof, de familie van Millie Boele was er ook bij aanwezig. Hoe reageerde zij? Ja, ze zijn natuurlijk geschokt door alle details te horen. Maar ze kunnen zich wel vinden in de zware straf. Die 25 jaar cel met TBS en dwangverpleging. Kijk, voor wat betreft de straf en de reactie hebben zij altijd het standpunt ingenomen dat het een tweeërlei reactie moet zijn. Enerzijds, er moet een zware straf volgen op het feit dat hij Millie en de familie dit heeft aangedaan. Maar een tweede belangrijk component is dat zij vinden dat deze verdachte dit soort feiten ook nooit meer bij een ander kan plegen. Ja, Roelof, heeft Sander V. zelf nog iets gezegd tijdens de rechtszaak? Ja, je hebt altijd aan het eind van de rechtszaak het laatste woord voor de verdachte. Dat heeft hij ook gedaan. Hij zei van,
Ja, ik verwacht geen vergeving. Daar heb ik eigenlijk ook helemaal geen recht op. Maar ik wil laten weten dat het in de vlaag van verstandsverbijstering is gebeurd. Ik wil ook laten weten dat ik absoluut geen koele, berekende psychopaat ben. Dankjewel, Jan-Roelof Visser bij de rechtbank in Dordrecht.